Voor het volgende item neem ik u mee naar het inheemse dorp Powaka in het district Para. Ronnie Saborali uit Nederland is begaan met het lot van sociaal zwakkeren die het nog zwaarder hebben tegenwoordig om aan levensmiddelen te komen. Saborali doneert levensmiddelenpakketten welke door ons zijn geleverd aan bewoners van Powaka. Onze vaste donateur Chris uit Nederland voegde wat items bij de pakketten zoals melk, rijst en groenten. En voorzitter Vismalen doneerde ook brood van de 1 voor 12 bakkerij. Dit alles onder het genot van een gezonde warme maaltijd en een frisdrank. We voeren u naar het volgende hierover. Gelet op de coronapandemie is het noodzakelijk dat onze bevolking, behalve de veiligheidsprotocollen naleeft, ook goed en gezond eet. Voor onze mensen in de dorpen, voor wie de essentiële zaken niet binnen handbereik zijn, hebben de resortsraadsleden Margo Armaketo en Randy Sabayo aan tafel te gaan zitten om te bespreken hoe deze mensen tegemoet te komen. 1 voor 12 legde dit plan voor aan de heren Ronnie Saborali en Chris, beide 1 voor 12 donateurs die geen nee zeiden tegen dit project. Gelijk werden de fondsen gestuurd voor de samenstelling van 60 voedselpakketten bestemd voor de bewoners van Powaka. De gezinnen werden op woensdag uitgenodigd om deze pakketten in ontvangst te nemen. Kijkt u naar de distributie en het gezellig samen zijn. Natuurlijk met de COVID-protocollen in acht nemend te Powaka. Mensen, goedemorgen. Nou, we zijn vandaag hier te Powaka om eigenlijk jullie blij te maken. We weten dat de nood enorm hoog is. En wij hebben door tussenkomst van mevrouw Margo, heeft een verzoek gedaan aan 1 voor 12 als wij ook Powaka kunnen gedenken middels pakketten. En 1 voor 12 heeft een donateur bereid gevonden, dat is Ronnie Saborali uit Nederland. We hebben een gesprek met hem gehad en hij heeft gelijk ja gezegd dat hij 60 pakketten ter beschikking stelt voor Powaka. En vandaag zijn we hier om de pakketten te overhandigen. En behalve pakketten hebben wij ook gezegd van Unekonanga Soano. Iedereen gaat een lekkere hapje met ons eten, drankje, anything dat we hebben. We hebben alles meegenomen. Eten, drinken. En we gaan eerst eten en dan gaan we overgaan tot de pakketten. De mensen die te voet hier zijn gekomen, 1 voor 12 zorgt ervoor dat de pakketten tot aan huis geleverd worden. Alleen willen we samen met jullie zijn, om samen met jullie te eten, te drinken. Dit alles hebben wij te danken aan Ronnie Saborali. Daarnaast hebben wij melk gekregen en groenten. Dat komt van onze vriend Chris uit Nederland. Chris heeft melk gedoneerd en groenten. En jullie allemaal krijgen sowieso groenten. Is dat niet mooi? Ja. Helemaal uit de stad. We hebben ook rijst ook gedoneerd door Chris. En dat krijgen jullie allemaal. Hartelijk dank, meneer Vismalen. En ook meneer Saborali Ronnie uit Holland. En meneer Chris wil ik hartelijk dank zeggen voor deze donaties. En mijn breedte, tak ook kong. En we maken moeite hier. Mijn naam is Randy. We maken moeite voor alles aan je voorstel. Alles maar tevreden. Maar nu, na 60 pakketten door. Maar de trouwens zijn ook eten aan de beurt. De nafspang moet bezig ook toen naar het transponsor voor Lukusa ook aan doegi ding. Omdat we sap tak ook hebben trangen van nodig. Dus ik wil bedankt meneer Saborali nog naast meneer Vismalen. Dank u wel en God bless you. Graag gedaan. En toen door onze afvoeren die wacht toen direct voor Patina Pang. 1 voor 12 tjafaya breden uit de bakkerij voor 1 voor 12. Iedereen krijgt 5 warme broden. Is dat niet geweldig? En het is maar Powaka wanneer dat 1 voor 12 moet jouw bakkerij kopen. Op een bakkerij jaren. Ik moet snap naar mijn bakkerij dat ik een bakkerij moest kunnen naar Powaka. Tamara we start. Mega gemeenschap sabi taki efa no tu fu brede biji. Da we set one bakere potja,
Maar natuurlijk, de hoogste condonateur zou het zak. Oh, hoor, bakken die even 12. Dan weer op een bakkerij, ja. Hoe zit die? Ja. Iedereen krijgt 5 warme broden. We bevinden ons in het dorp Powaka en hebben een aantal bewoners hier blij gemaakt met levensmiddelenpakketten. U zag daar net ook groenten. We hebben van alles eigenlijk wat men nodig heeft om de dag compleet te maken. We staan hier met een mevrouw die daar net een pakket in ontvangst heeft gekregen van de heer Vismalen. Bent u blij, mevrouw? Ja, ik ben heel blij. Ik ben dankbaar met deze pakket namens het Basha Marho en het meneer Vismalen ook. Heel hartelijk dank. Ik ben echt blij. Jawel. Denkt u dat u met zo'n pakket de dag van u helemaal kan vullen? Oh, jawel. Ja, met het wil van de Almachtige. Dus ja. Er zit van alles erin, groente. Dus je bent helemaal verrast, moet ik zeggen. Ja, ik ben helemaal verrast, ja. Donator, ik dank u heel hartelijk dank, ja. En, ik ben echt blij met deze pakket, ja. Ik heb het hard nodig, want het is niet dierentijd, weet je. Dus ik ben hartelijk, ik ben blij ermee. Ja, had u gedacht dat u nee, zo blij gemaakt zou worden? Nee, echt niet hoor, echt niet. Wat is dus verrassing, want ze hadden ons niet gemeld. Maar zo'n pakket om te gaan krijgen. Dus. We zitten in een moeilijke situatie, dus dat is helemaal goed gevallen voor u. Ja. Ik wil Info 12 heel hartelijk bedanken en die sponsors heel hartelijk bedanken. Bedankt Vismalen voor die pakket en die andere donateurs van Nederland. De verwachting dat ik in voor 12 bekom helemaal na het dorp Pujasafugi de bewoners van pakket. Nou, minder verwachting. Maar naar boven zijn ze maar dit. Met goed gebruik van en met dat een moeilijk tendens is. Zeker misschien dat ik af aan noem. Oké, ja. Maar bedankt de donateur. We hebben het wel voor elkaar gekregen. Het is de suma, maar je hebt alle suma. Maar we zijn vanaf we stel suma tevreden zijn. We hebben morgen terug van nodig. En dat 1 voor 12 zorgt daarvoor en daarvoor zijn we zeer dankbaar. Hoe lukt u in deze maand de bewoners en visie? Hoe is het dat de suma brengt? Jawel, zeker. Misschien is dat de suma de tevreden. Omdat we alle suma hebben terug nodig in het einde die ze zou willen bieden. En misschien dat nou, ik mag niet klagen. Misschien dat ik adewang. Succes day. Ik wil iedereen bedanken die voor dit alles heeft verzorgd. Zeker via meneer Vismalen en de donateurs. Maar ik bedank de van harte. Maar zonder ding, daar zijn die snobbelbanken tot stand. Dus hartelijk dank namens het dorp Powaka.